Wim van Beek van Mediatrefpunt Arnhem geeft cursussen over hoe ouderen veilig kunnen internetten. Ja, je hebt toch wel wat basiskennis nodig over de computer om zeg maar te bepalen wat nou precies het domein van het webadres van de webwinkel is en om daar op Google of een andere zoekmachine nader informatie over op te zoeken. Nou, het is ook belangrijk dat je niet zomaar wat gaat zoeken op internet naar webwinkels. Dus bijvoorbeeld via merknamen webwinkels benaderen. Maar het is beter om uit te gaan van andere vertrouwde sites of tijdschriften. Deze naam, dit is dus de vingerafdruk van het bedrijf, seniorweb.nl, dat is het domein. Daar kun je dus mee gaan zoeken op Google met referentie, spatie en dan seniorweb.nl. En dan krijg je dus informatie over dat domein, over dat bedrijf. En het slotje kun je ook naar kijken. Dus het slotje, dat wil nog niet zeggen dat het een vertrouwde webwinkel is, als er een slotje voor staat. Ook criminelen kunnen een slotje kopen. Maar een slotje met directe naam erachter in het groen van het bedrijf, dat is vertrouwd. Maar als dat die naam van het bedrijf in het groen er niet bij staat, dan moet je echt ook nog het adres, het domeinnaam goed bekijken. Een website kan een keurmerk hebben, dat is een goed teken als ze een keurmerk hebben. Maar, en dit zijn dus voorbeelden van keurmerken. Thuiswinkelwaarborg, een heel bekend keurmerk. Webshop keurmerk is een bekend keurmerk. En hier deze hier, Webwinkel Checker, is een bekend keurmerk. Nou, als je een website dus zo'n een merk erop heeft staan, dan kun je naar die winkel toe, of naar dat keurmerk toe, dus Thuiswinkel Waarborg bijvoorbeeld, dat is www.thuiswinkel.org. Dan ga je daar naartoe en dan ga je kijken of ze daar lid van zijn. Dat is dan wel een pluspunt. Dan heeft het veel voordelen. Ze werken volgens een geschillencommissie. Ze garanderen natuurlijk die webwinkel. Ze analyseren die webwinkel en ze krijgen vaak ook beoordelingen van de webwinkel binnen. Dus dat is al een goed punt. Dus dat is dat is ook een manier van controleren. Maar dus als ze geen keurmerk hebben, ja, dan moet je toch op Google gaan zoeken. Dus het domein bepalen en op Google gaan zoeken.